Zeeland is land in zee. Dat is een unieke ligging en die unieke ligging is bepalend voor onze economie en voor ons landschap. Recreatie en toerisme zijn onlosmakelijk met Zeeland verbonden. Ons toeristisch product moeten wij heel goed houden, want dat is van groot belang voor Zeeland. We hebben in onze concept kustvisie hebben wij geschreven dat het heel belangrijk is dat recreatie en toerisme een speerpunt blijft van de provincie Zeeland. En we hebben samen met Economische Impuls Zeeland en de brancheorganisatie Recron een stimuleringsmiddel bedacht om ondernemers te helpen om nog meer tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de gasten en ook zijn bedrijfsvoeringen te kunnen innoveren. De innovatievoucher verblijfsrecreatie is een financiële bijdrage voor campings in Zeeland. Ondernemers die graag een stap willen zetten met hun bedrijf, maar misschien zelf niet helemaal precies weten welke kant ze op willen en daar extern advies bij nodig hebben, die kunnen met Recon en Impuls een gesprek aanvragen. Dan hebben we het over welke stappen ze precies willen zetten. En op basis daarvan kijken we welke adviseur bij hen past, met als resultaat een kwaliteitsverbeterplan. De voucher gaf ons wel een steuntje in de rug om plekken te vullen, dus het moest attractiever worden. We merkten dat de buitenkant heel snel vol was, dus mensen wilden eigenlijk allemaal aan de buitenkant staan. Dus toen hebben we gezegd, hoe krijgen we die binnenkant nu een buitenkant? En dat is de intentie geweest. Maar voordat je dan weer plannen kan gaan ontwikkelen, heb je ook wel weer heel veel geld nodig om dat plan te gaan realiseren, om te investeren. En toen kwam de voucher op ons pad, terwijl onze plannen eigenlijk al een jaar in de ijskast lagen. Het was een soort puzzelstukje wat of eigenlijk op zijn plek viel. En daardoor hebben we ook gezegd van dan gaan we het nu gewoon echt realiseren. We hebben de voucher gebruikt voor de ontwikkeling van het centrumgebouw. En als je daar niet een bureau voor inhuurt en in dit geval voor de ontwikkeling van zo'n centrumgebouw, dan gebeurt er niks. Je bent continu bezig met je bedrijf en je bent daar altijd druk mee. En je plant nooit geen moment in van oké, nu gaan we zitten met z'n tweeën, nu gaan we eens een keer een visie maken. En zonder die kennis en die hulp inderdaad van zo'n bureau, ja, kom je nergens. Dan blijft het alleen maar met plannen maken. En doordat je dan natuurlijk die voucher krijgt en dan echt een goed bureau kunt inhuren, is dat natuurlijk gewoon hartstikke fijn en mooi meegenomen. Dan krijg je die plannen pas vorm en anders blijft het bij plannen maken. Van ja, daar zijn we al jaren mee bezig en nu komt het ervan. Wij zoeken eigenlijk ondernemers die zelf al aan het nadenken zijn om een stap te zetten op hun bedrijf. Gaan we langs en kijken we wat precies hun vraag is. En op die manier brengen we dat in kaart en kijken we of ze een voucher kunnen krijgen.